De wisselkoersen voor de US dollar en euro zijn vandaag niet gedaald, ondanks de benoeming van Maurice Roemer als governor van de centrale bank. Onze nieuwsdienst heeft een steekproef genomen bij verschillende cambio's en de zogenoemde zwarte marktverkopers. Gebleken is dat een US dollar die volgens de centrale bankkoers voor 8 SRD 60 cent verkocht moest worden, vandaag voor 10 SRD 60 cent de deur uitging. Terwijl de euro volgens de vastgestelde koers 9 SRD 15 verkocht moest worden, ging voor 11 SRD van de hand. Volgens enkele cambio-houders hadden zij verwacht nu al een uitnodiging van de centrale bank te ontvangen om over de koersfluctuaties te praten. Dit was tot vanmiddag nog niet het geval. Volgens de cambio-eigenaren zal de koers met de komst van de nieuwe governor wel een kleine daling vertonen. Governor Maurice Roemer heeft vandaag een persconferentie belegd, waarin hij onder andere op dit vraagstuk is ingegaan. Ik denk dat het onwijs is om te praten over een getal op dit moment. We moeten eerst weten welke mechanismen nu precies hebben geresulteerd, enerzijds in misschien wel een speculatieve positie die nog teruggebracht moet worden naar een normaal mechanisme. En daar hebben we nog onvoldoende zicht op. Zoals ik u heb gezegd, moeten we alle relevante partijen hierbij zo spoedig mogelijk gaan spreken. Om na te gaan of er inderdaad, wat u bedoelt te zeggen, een evenwicht koers zou zijn. Dat is niet zo makkelijk. De voorzitter van de Vereniging van Cambio-houders, Remy Bailal, geeft aan dat de US dollar voor 9 om 9,25 SRD bij hem wordt verkocht en de euro 9,30 om 9,60. Op de zwarte of cashmarkt die hoger dan hem ligt, was er volgens Bailal een lichte daling waar te nemen. Volgens hem is er een schaarste aan dollars die nog steeds veroorzaakt wordt door de aanhouding van de geldzending in Nederland. Door deze aanhouding komen er geen contante cash dollars uit het buitenland, terwijl de goudsector en alle andere sectoren cash dollars nodig hebben om hun bedrijf draaiende te houden en voor hun familie in het buitenland te sturen. Ook de verschillende ontwikkelingen in het land hebben gemaakt dat het vertrouwen in eigen munt gedaald is. Hierdoor ontstaat er een enorme druk op de US met als gevolg een schaarste. Bailal benadrukt dat er ook tal van speculanten zijn die ervoor zorgen dat de wisselkoers kunstmatig hoog wordt gehouden. Ook hij verwacht enige stabiliteit na een gesprek met de governor.